Hallo, welkom bij een nieuwe video op Vraag het Suus. Je herkent de omgeving misschien, maar geen bullet journal video. Nee, ik heb jullie nodig voor iets nieuws. Jullie kennen misschien mijn bullet journal video's. Die maak ik met veel plezier, maar kost ook enorm veel tijd. En ik vind het ook heel leuk om gewoon in mijn vrije tijd dat te doen. Dan loopt een beetje spaak. Dat betekent dat ik dus twee bullet journals heb, twee dingen naast elkaar doe. En dat lukt niet altijd even makkelijk. Plus na 2 jaar bullet journal video's is het ook wel eens leuk om naast zo'n bullet journal video's iets totaal anders te gaan doen. En daar komen jullie in beeld. Want er bestaat namelijk iets dat heet Rack This Journal. Ooit heel lang in het verleden heb ik dit alles een keer gedaan met een zwart-wit versie. Op elke bladzij staat namelijk een opdracht. Je moet iets doen met een pagina. Het staat altijd op alle even pagina's staat de opdracht in principe. Bijvoorbeeld, dan mag je overal kleuren behalve binnen de lijntjes. Of er staat, pak gewoon een willekeurige er even bij hoor. Je moet hier van deze pagina een vliegtuigje maken en dat laten vliegen. Zo staan er dus een heleboel pagina's in. De eerste opdracht was al die pagina's nummeren. Dat heb ik inmiddels gedaan. Want dit boekje kwam een paar weken geleden binnen. En ik heb een beetje getwijfeld wat ik ermee zou gaan doen. Of ik er zelf weer gewoon een Rack My Journal van ga maken. Of dat ik jullie daarbij ga betrekken. En hoe meer ik daarover nadacht, hoe leuker ik dat eigenlijk vond. Want dan weet ik zelf ook niet wat ik ga doen. Want de vorige keer heb ik hem gewoon elke dag een bladzijde gedaan. En dan ben je ongeveer een half jaar bezig en elke dag doe je iets. En heb je dit boekje echt altijd bij je. Want dat is opdracht 1, dat je hem altijd bij je hebt. Dat wil ik dan niet gaan doen. Maar ik wil wel zeg maar alle opdrachten uit gaan voeren. Niet op alle pagina's staat een opdracht. Niet alle pagina's. Kun je iets mee? Sommige pagina's zijn gewoon een gekleurd blad waar je iets mee moet doen, bijvoorbeeld. Dus het is best een beetje lastig om aan te geven waar ik jullie dan mee nodig heb. Maar daar heb ik wat op gevonden. Het boekje heeft in totaal, heb ik genummerd, 215 bladzijden. Waarvan ik er, even terugbladeren, 196 echt kan gebruiken als zijnde. Dit zijn pagina's waar ik wat mee kan. Een heleboel dus. Dat worden niet 196 video's. Dat is veel te veel naar mijn idee. Dus ik heb het idee om elke week 2, 3 of misschien wel 4 pagina's te gaan doen. Dan ben ik ongeveer het jaar rond, heb ik uitgerekend. Want sommige pagina's is echt heel simpel. Sommige pagina's zijn iets ingewikkelder. En als je dan een aantal achter elkaar doet, dat is wel leuk om te doen, denk ik. Maar hoe ga ik nou die volgorde bepalen? Zaaien van voor naar achter vond ik geen leuk idee. Dus ik denk, daar heb ik jullie bij nodig. Je gaat mij hieronder vertellen, in de commentbox, welke pagina's ik moet doen. Je mag dan 2 pagina's noemen. En noem dan liefst even nummers. Dus bijvoorbeeld pagina 18 en pagina 96. Want op de even pagina staat over het algemeen het meest. Je mag ook oneven nummers noemen, alleen loop je dan wel de kans dat die pagina niks is. Bijvoorbeeld bladzijde, en nou zeg ik het net verkeerd om, het moeten de oneven nummers zijn. Bladzijde 86 is leeg, maar bladzijde 87 staat de opdracht op die je ook door de bladzijde 86 doet. Dus ja, dat is een beetje het lastige. Dus ik stel voor, je noemt gewoon 2 nummers, bijvoorbeeld 16 en 19, of je noemt pagina 121 en 151, of je noemt pagina 83 en 92. En dan ga ik gewoon een lijstje maken, een overzichtslijstje van welke pagina nummers er als eerste genoemd zijn. En krijg je een hartje dan onder je, bij je reactie, dan weet je dat ik hem genoteerd heb. Dit laat ik openstaan tot 1 januari. Dan denk ik dat we ongeveer genoeg pagina hebben. Check dus ook even of jouw paginanummers al genoemd zijn. Als je slim bent, schrijf je van tevoren even je paginanummers op. Kijk je de reacties even door. En dan weet je van, oh, hey, die is al geweest, moet een ander kiezen. Kijk, op die manier wordt het hele leuke gevarieerde video's. Ik denk dat dat gewoon heel leuk is. Hier staat bijvoorbeeld, maak een tekening. Gebruik daarvoor je haar. Met andere woorden, je moet een stukje haar afknippen. En daarmee gaan tekenen. Nou, toch wel heel grappig. Binnenkort naar de kapper gaat er een flink stuk af. Neem ik een stukje haar mee.
bijvoorbeeld met deze moet je gaan golven met het boekje. Ja, dat ga ik ook gewoon filmen. Hier moet je je journal oppakken zonder je handen te gebruiken. Gaan we ook filmen. Kortom, het wordt een hele ik denk dat het hele leuke video's wordt. Waarin jij dus een aandeel hebt. Ik weet niet of er meer mensen zijn die dit alles gedaan hebben. Laat dat dan ook even weten in de reacties. Wat vond jij dan de leukste pagina om te doen? Daar ben ik ook heel benieuwd naar wat ik het leukste vind. Want het is voor mij alweer, nou ik denk misschien al wel 20 jaar geleden dat ik het gedaan heb. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik weet het echt niet meer. Het kan best, ik weet het niet wanneer het was. Nee, het zal niet 20 jaar zijn. 15 jaar of zo? Nou, ik heb echt geen idee. Het mooie is, hè, achter in het boek staat ook hè, van, dat je belooft om niet zuinig te zijn op dit boek. En hem niet in een mint condition te laten. Dus een ongebruikte staat. Dus, en als je er twee hebt, dan moet je ze alle twee doen. Nou, ik heb er eentje. Ik ga er lekker mee aan de slag. En ik heb jouw hulp dus nodig. Dus vandaag deze video. Ik heb inmiddels de voorpagina dus ingevuld. En ik ga zo meteen nog eventjes deze pagina doen. Dat is zeg maar de voorkant van het blad. En daar staan ook al opdrachten in. Dus die ga ik alvast filmen. En dat kunnen jullie nu nog even zien. Zo, de eerste pagina. En daar staat al gelijk op dat je dingen moet doen. Het boek behoort toe aan, nou mijn naam dus. En dan moet je je naam in het wit schrijven. Dus ik ga even een witte stift erbij pakken. Even een witte pen. Gelukkig heb ik voldoende van dat soort spullen. Dus mijn naam is Suus. Dan moet ik hem in color schrijven. Met een kleurtje. Nou, ook daar heb ik genoeg van gelukkig. Dus ik kies maar even paars dan. White color. Even kijken hoor. Even wat ik al even alvast kan doen. Tiny letters. Nou, nog kleiner kan niet. Je naam backwards. Of. En dan moet je je naam heel licht schrijven. Nou, dat gaat niet met zo'n stift. Dus dat ga ik even doen met een gewone balpen, denk ik. Heb ik hier toevallig een balpen staan? Ik denk het niet, want ik heb alleen maar hier gewoon. Oh ja, ik heb wel een balpen. Nog een hele fijne ook. Oh, ik zit vast. Ja. Nou, ik denk niet eens dat jullie dat kunnen zien. Zo licht is dat. Tiny letters. En dan moet ik nog eventjes large letters. Nou, mijn telefoonnummer en mijn e-mail, die zet ik er niet in. Nou ja, dit kan wel, vraag het Suus. @gmail.com. Nou, dan moeten we alleen die nog eventjes doen. Maar daar heb ik even ander spul voor nodig. Als je illegibly wilt schrijven, schrijf je dus heel onduidelijk. Maar dat wilde ik eigenlijk met mijn vulpen doen. Maar mijn vulpen die is een beetje verstopt. Dus ik was even bezig om mijn vulpen weer aan de praat te krijgen. Maar die heb ik al heel weinig gebruikt. Zeg maar. Dus er zit wel een vulling in. Maar die, oh, die is. Oh, ja. De. Het helpt zeg maar als je vulling gevuld is. Maar mijn vulling heb ik nu niet hier. Maar dit is wel een heel fijne vulpen moet ik zeggen. Die schrijft echt heel lekker. En ik heb er nog eentje. Kijken of die dan wil. Die is ook leeg denk ik. Oh, er zit helemaal geen vulling in zelfs. Misschien moet ik even mijn vullingen pakken. Laat ik dat even gaan doen. Even kijken of die toevallig hier liggen. Of dat ik naar beneden moet. Dan gaan we deze even aan de praat maken, want die schrijft echt heel lekker.
Vroeger schreef ik altijd met vulpen. Maar tegenwoordig maar weinig meer, omdat het zo onhandig is op school. Lekker zo makkelijk, zeg maar. Nou, dan moeten we even scribbelen. Maar weet je dat ik vroeger heel om... duidelijk schreef. Nou, ik krijg hem niet aan de praat. Even kijken of dit helpt. Ik moet even verzadigd raken weer. Je kunt ook je punt even achterstevoren in de vulling doen natuurlijk. Ik zie nou dat ik aan de verkeerde kant heb geschreven. Ah, dat is het leuke van zo'n boekje. Hier had eigenlijk wit gemoeten en zo. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat zei ze. Kijk, nou dat zie je het wel. Het is onleesbaar. Nou. Toch? En nou nog even een kleur. Zullen we daar nog even een kleurtje aan geven? Dus even kijken. Met paars. Zo toch? Nou dan. Nou, dan is die eerste pagina klaar en dan komt de rest dus bij jullie vandaan. Nou, ik las in het boekje, want er zit een hele duidelijke handleiding ook in, dat ik het boekje 10 jaar geleden dus voor het eerst gedaan heb. En ik heb gekeken of ik hem nog ergens had liggen, maar ik kon hem niet meer terugvinden. Maar nu dus in kleur en jullie mogen dus meedoen. Belangrijk is dat je ook mag kiezen voor de voorkant of voor de achterkant, want daar moet ik ook wat mee doen. Dus ik zou zeggen, vul hieronder je paginanummers in waarvan je denkt, Suzie, die moet jij voor mij doen. Ik ga je dan ook noemen in de vlog van nou, deze pagina's zijn opgegeven door naam. Dus bedenk even of je dat leuk vindt. Hetzelfde berichtje zet ik ook even op Instagram. Daar maak ik ook even een videootje van. En ik zal even een short video maken, dat iedereen ook op de hoogte is dat ik dit ga doen. Dus ik zou zeggen, veel plezier.